En met deze slogan trad Hurry Up de landskampioen tegemoet. Speel zoals ik vroeger speelde, had coach Rob Vieren vooraf gezegd. En dat herinneren we ons hoor, agressief en vol passie. En zo begon Hurry Up in het oranje ook. Hierover is in de beginsituatie wat dom balverlies. En dan hier Jort Neuteboom tegen Jasper Snijders. En dat is al na 2 minuten, 2 minuten naar de kant. Volendam, dat zojuist via een zege op Aalsmeer de Supercup had gewonnen, kent vele bekende namen, zoals deze Niels Rijgersberg en Leon Geus. Uit de hoek 0-2. Maar gesteund door een volle sporthal de Eendracht, knokte Hurry Up zich terug. Kiddy hier. Met Broekman, Aalderink. En dan Ronald Zielman. Dwars er doorheen. 1-2. En dan Volendam weer. Met Rijgersberg, Van Limbeek, Adams tegen de borst van Zielman en die is van beton. Zielman zelf door. 2-2. En hoeveel adrenaline zit er in deze man? Kijk eens, de verzorger van Volendam maakt er kennis mee. Ja, strijd was er zeker. Ook aan de cirkel, let u maar eens op. Hier een hele kinderachtige 2 minuten, gegeven door de zwakfluitende scheidsrechters Bol en Van Eck. En voor Jort Neuteboom is het als een tweede. Binnen 6 minuten. Maar in de ondertal, als de nood het hoogst is, dan is hier Guido Rink nabij. Een van zijn vele reddingen gisteravond. Tot 10-10 ging het gelijk op. In het centrum van de opbouw met nummer 11 Germ Germs. De jonge boer is weer terug en speelde prima. Hier bedient hij Ronald Zielman. En zijn keiharde linkse betekent 11-10. Dat is al zijn 6e treffer. En in dezelfde minuut vangt deze Zielman Duin op. Vrije bal, Duin wil weglopen, maar dan is die genomen. Dankjewel, zegt Loek Hageman. 12-10. En dan weer een minuutje later. Is het hier geen overtreding van Hageman? Germs ziet Aalderink. 13-10. Een gaatje van 3 punten. En dat zou zelfs 4 worden als hier Kiddy 17-13 gaat scoren. Prachtige strafworp. De joker van Hurry Up. Maar dan, met nog 5 minuten te spelen in die eerste helft, duwt hier Ronald Zielman zijn hand in het gezicht van Adams. Rood voor de topscorer. En ook doelman Rink zag de overtreding. Ik had hem ook kunnen geven. In de strijd van de wedstrijd had ik het niet gedaan. Maar de overtreding aan zich was denk ik wel terecht rood. Ja, en Rob Vieren snapt er dan helemaal niets van. Als in de hectiek ook Aalderink nog 2 minuten krijgt. En er dus maar 4 hurry-up spelers aan de cirkel staan. Maar ik zei het al eerder, als de nood hoog is, is daar Guido Rink. En kijk eens met hoeveel passie hij de scheidsrechter iets in zijn oor fluistert. En dan krijgt Germ Germs het op zijn heupen. Eerst scoort hij 18-13 en hier 19-14. Ja, en dan krijg je vleugeltjes natuurlijk. Om 6 uur 's ochtends nog onder de koeien. En hier krijgt hij weer een kans. Via de stuit, 3 op een rij dus, 20-14. De rust komt bij 21-14. En onder aanvoering van voorzitter Veldzing zag het publiek Volendam wel terugkomen tot 2 punten. Maar met nog 5 minuten te spelen staat het 28-24. Circuloper Sibulskis, wat onzichtbaar, zou je niet zeggen zo. Maar scoorde slechts 2 keer. En zijn streekgenoot Borodovskis geblesseerd aan de kant. De laatste score van de wedstrijd dan komt op naam van Paul Schuiling. Hier komt hij met een prachtig schot. Hurry Up wint op karakter met 32-28 van landskampioen Volendam. Ja, het was gewoon een lekkere stevige pot handbal. Af en toe over de grens, maar het ging er goed bij. En 2 punten zijn lekker.